Welkom bij Nieuwe Sterren van de Toekomst. Hij begon op 8-jarige leeftijd met kickboksen, is inmiddels 24 jaar oud en een gevestigde naam in de kickbokswereld. Ik heb het over niemand minder dan Mohammed Mezwari, voor jullie bekend als Hamisha. Welkom. Leuk dat we er weer zijn. Tweede keer, maar ik hoop dat dit keer alles wel goed gaat. Je hebt net even dicht voor jezelf zitten trainen. Ja. Hoe voel je? Ik voel me goed. Ik voel me steeds sterker worden, scherper. Gaat steeds beter. Gaat steeds beter. Ja. Ik heb je net even mogen volgen ook. Volgefocust. Wat is schijnbaar aan te komen? Ja, ik heb nu binnenkort moest aan het vechten. Ja. Lori, ik ben vechten met de derde wedstrijd. Die partij zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. Dus, Je hebt eigenlijk een paar maanden nu al helemaal niks gedaan eigenlijk sinds de coronatijdperk. Is er eigenlijk weinig geweest voor jou om te doen wat betreft wedstrijden. Ja. Hoe voelt het nu dat je eigenlijk weer kan vooruitwerken naar het wedstrijd? Ja, het voelt gewoon geweldig. Ik zeg je eerlijk, want als je geen wedstrijd zeg maar hebt, ja. Ja, dan train je toch niet zo gefocust. Nee. Dan heb je niet echt een soort doel. En als je een datum hebt en als je dan gaat trainen, dan train je met een heel andere mindset. Ja. En dan train je het ook lekkerder en dan heb je ook echt een doel. Ja. Is het voor jou moeilijk geweest om eigenlijk die knop om te zetten? Want je hebt eigenlijk een paar maanden wel gewoon op trainen om fit te blijven. Zoals dat er, ja, voor als er in de toekomst iets is, ja. Dat je in ieder geval weet, ik ben fit, dus ik hoef alleen maar de puntjes op die i te zetten. Is het voor jou moeilijk om die mindset dan even om te draaien van even lekker trainen naar echt trainen naar de wedstrijd? Nee. Gaat vanzelf. Met de switch. Ja, heel gaat snel. Vanzelf. Ja. Bereid jij je voor op een tegenstander? Ik hou me in principe in het begin niet echt bezig met een tegenstander. Ik hou me vooral bezig met mezelf. Ik focus me op mezelf. En naarmate de wedstrijd matert, ja tuurlijk, dan ga je een beetje kijken wat hij doet. Wat hij vaak doet, wat hij minder vaak doet. Ik ben je daar een beetje op te anticiperen. Ja. Ja. In oktober zullen er veel meer mensen vechten. Ja. Veel vechters zijn, voelen zich eigenlijk op dit moment bevrijd dat ze weer een wedstrijd kunnen doen. Ja. Wat voor gevoel ben jij nou boven op het moment dat je eindelijk mag? Ja, een gemixte gevoelens een beetje. Een beetje spanning, een beetje het gevoel dat het eindelijk tijd is dat je mag vechten. Dat je gemixte gevoelens. Ja, en heel ook niet agressief vindt, want je komt eigenlijk best wel heel rustig over op mij. Ja, kijk, ik probeer een balans te vinden. Tenminste, ik probeer het niet. Zo zit ik gewoon in elkaar. Ik heb gewoon een beetje een balans van agressiviteit, maar ook dat ik kalm ben. Ja. Ik denk dat dat wel een gevaarlijke mix is. Ik ben gewoon mezelf. Ja. En ik zie wel hoe de situatie is. Ja, dus je bent in principe laat het je eigenlijk overkomen. Ja. En jij past gewoon aan de situatie. Ja. Wat je niet doet, is je aanpassen aan de tegenstander als ik kijk naar je wedstrijden. Ik heb de afgelopen twee wedstrijden gekeken. Ja. Die heb je beide in knockout kunnen beslissen. En vroegtijdig volgens mij zo. Ja. Vooral bij binnen één ronde. Ja. Dus wat dat betreft is dat misschien wel het ding wat de mensen zo aantrekkelijk vinden aan jouw vechten. Ja. Ja, ik denk dat het publiek wel knockout gevechten wil zien. Zeker. In plaats van punten gevechten. Ja, ik ben er niet vies van om met punten te winnen. Nee. En af en toe is, als je drie rondes vecht, is het toch ook mooi. Dan heb je drie ronden lang actie. Ja. Als je naar een voetbalwedstrijd gaat, dan weet ik ook 90 minuten kijken. Zeker. In plaats van een kwartiertje. Ja, nee, dat klopt. Dat is helemaal waar. Cedric Doumbé, vecht ook waarschijnlijk tegen van Wurtel Groenland. Ja. Die zit in dezelfde visklas als jij. Wat eigenlijk voor jou betekent, je hebt twee knockouts, staat tweede in de ranking. Ja. Dat betekent dat er nog één iemand voor jou is die contender is. Ja. Dat is waarschijnlijk Wurtel. Mm-hmm. Als jij deze wedstrijd wint, ga jij er dan vanuit dat jij uiteindelijk een titelgevecht op je bord krijgt? Ja, kijk, weet je, ik hou me sowieso bezig op wat komt. Dus op mijn eerstvolgende wedstrijd. Ja. Ik kijk niet naar verder. Eerst moet ik die winnen. Ja. En dan zien we wel wat Lori voor mij netto heeft. Maar ik ben sowieso alles voor te rijden. Ja, dus wat er ook op je afkomt, ja. Jij bent klaar. Alles is wel. Als jij nu naar Cedric Doumbé kijkt als vechter, ja. Wat vind je van hem als vechter? Ja, ik vind dat hij de afgelopen tijd dat hij wel echt serieus is geworden. Ja. Eerst was hij bezig met veel social media en dat soort dingen. Maar ik heb gezien dat hij in de afgelopen tijd wel echt veranderd is. Dat hij echt serieus is geworden. En je ziet dat hij neemt de sport gewoon serieus.
Ja. Je ziet ook veel over en weer gaan tussen hem en Bert Groenhart op social media. Ze elkaar belachelijk maken en weet je. Ben jij eigenlijk ook zo iemand die niet moet hebben van trash talk en dat soort dingen? We kijken er tegenop. Het is niet jouw. Het is niet jouw. Ja, het is niet mijn ding. Ja. Het kan wel zo zijn dat als uiteindelijk Cedric zou winnen van Bert Groenhart en hij uiteindelijk aan jou gekoppeld wordt, dat hij hetzelfde bij jou zou doen. Is dat iets waar jij nu mee bezig gaat of is dat iets waar? Daar maak ik me totaal niet. Nee. Ook niet dat het gebeurt, dan ben je niet iemand die terugtrouwt of je bent iemand die tussen de vier touwen wil regelen. Ja, dat is het moment dat telt. Ja, daarvoor telt niet. Je hebt veel mensen die zeggen van als de beweging er is, dat is het moment, dan is de wedstrijd begonnen. Is dat voor jou ook zo? Ja, is de beweging gewoon iets normaals. Als je de beweging haalt, dan ben je gewoon lekker positief. Dan zit je ook meestal goed in je vel. Dan ben je gewoon weer lekker eten, lekker drinken, normaal leven. Ja. En dan bouw je dat op naar je wedstrijd. Je vecht nu als welterweight, dat is wel eens anders geweest, hè? Ja, zeker. Voor hen vocht ik op lichtgewicht, op 70 kilo, vooral in Azië, maar dat was niet meer te doen voor mij. Nee. Want zoals je ziet, ben ik niet de kleinste. Zeker. Ja, dus ik moest voor hen altijd 16, 18 kilo afvallen in een hele korte tijd. En dat ging echt ten koste van mijn vechtstijl, van mijn energie, van mijn gezondheid eigenlijk. Ja. En waardoor ik daar echt mee ben gekapt. Ja. Voel jij je niet beter bij 77 kilo? Ja, zeker. Nu hoef ik niet meer zoveel moeite te doen om het gewicht te halen. Ja. Dus je, overal waar je minder moeite voor doet, is mooi meegenomen voor je wedstrijd. Ja, ja. Is er eigenlijk iets meer bekend over de tegenstander van jou? Ja, ik sta tegen Dimitri Meshulov. Dimitri Meshulov? Ja, een Rus. Is een Rus. Wat weet jij over hem als vechter? Hij heeft drie partijen bij de Lory. Hij heeft ze alle drie op knock-out gewonnen. Ja. Ja, dus het is wel een... Een beladen wedstrijd. Hij wint veel op knock-out. Het is een jongen die komt om te vechten. Ja. En dat is voor jou ook zo. Ja. Dat het eigenlijk alleen maar aantrekkelijker maakt voor de kijker. Ja, zeker. Ja, je bent opgegroeid op de Columbusplein. Ja. Dus dat is de basis. Ja. Is het een mooie tijd geweest dan? Ja, het was zeker een mooie tijd. In mijn tijd had je niet zoveel... toen bestond volgens mij geen social media. Niemand had echt telefoons. Dus we waren gewoon veel op straat. Op de pleintjes, voetballen. Je weet, ik had het kwaad uithalen, dat soort dingen. Dus in principe heb ik wel een leuke jeugd. Maar voor jou, wat was jij als jongen? Ja, ik was best wel rustig, maar ook druk, vroeger. Ja, en wanneer was je druk? Was het op een bepaalde moment, als je bijvoorbeeld je moest... als ik buiten was, was ik druk. Als je buiten was, was je druk. Als je thuis was, was je een misje. Als was ik poeslief. Ja. Wat wil jij nog allemaal bereiken? Wat wil ik nog allemaal bereiken? Ja, ik wil gewoon... Het allerbeste worden. Ik wil gewoon gezien worden als de allerbeste. Ik wil gewoon zoveel succes mogelijk. Ja. Wat is daarvoor nodig? Hard work. Hard work. En dedication. Ja, zeker. Ja, wat vind jij het leukste aan deze sport? Het leukste aan deze sport, wat ik vind, is dat het heel competitief is. En je moet jezelf constant pushen. En ja, het vechten. Als je wint, het is gewoon een onbeschrijfelijk gevoel. Het is gewoon heel lekker. De erkenning die daar dan voor krijgt. Ja, de erkenning, de liefde. Dat allemaal wat erbij komt kijken. Dat is gewoon, de support, dat is gewoon geweldig. Ja. Op de Columbusplein zijn er heel veel jongens die tegen jou opkijken. Is dat een bepaalde druk voor jou mee? Of is dat juist lekker dat je een bepaalde erkenning krijgt? Dat je denkt van ik ben goed bezig en dit geeft mij extra motivatie om hiermee verder te gaan. En natuurlijk is het leuk dat ze naar je opkijken. Dat ze wat zien in jou, dat vind ik gewoon, dat is wel een leuk gevoel. Ja. Wat je hoort tegenwoordig is dat het vroeger allemaal beter was, dat de K1 tijd beter was. Ja. Jij bent van deze generatie, hoe kijk jij daar tegenaan? Misschien klopt het in de zwaargewicht. In de zwaargewicht vroeger had je echt veel toppers vergeleken met nu. Ja. Maar in andere gewichten, in mijn gewicht en de 70 kilo, is het juist veel meer vooruit gegaan. Ja, omdat nu heb je veel meer vechters. De meeste van toen draaien nu nog steeds mee. Ja. En het is net als voetbal. Voetbal van vroeger is niet meer voetbal van nu. Nee, het is doorontwikkeld. Ja, het is gewoon doorontwikkeld. De vechters zijn slimmer geworden. De coaches zijn slimmer geworden. Je weet toch, ze hebben meer gestudeerd, dus ze weten wat goed is, wat minder goed is. Ja. Snap je? Zeker. Dat is het een beetje. Sowieso blijven wij jou allemaal volgen. Ik wens je heel veel succes bij je komende wedstrijd.
Dat hou je in de gaten. Dan hou ik jou allemaal in de gaten. Ik wens je heel veel succes bij je volgende gesprek. Ik wil je ook bedanken sowieso dat je de tijd genomen hebt om, ja, om met mij in gesprek te kunnen. Ik weet hoe, ja, hoe druk je het op dit moment hebt met het trainen en met alles rondom de wedstrijden. Ik wil jullie ook hartstikke bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. Vind je deze video nog leuk, zou ik zeggen, doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Dankjewel. Ciao. Volg sterren van de toekomst. Dus. Dankjewel.